is dit. Bram, leg even uit. Je gaat naar de Interneurdendagen. Wat was het? Internistendagen. Het is hetzelfde. Het is jullie clubdag. Het is clubdag. Waar gaan jullie het over hebben? Over schildklieren en diabetes en te hoog cholesterol. Want voor mensen die het niet weten, internisten zeggen zoals Dr. House is ook een internist. Zeker weten. It's infection, lupus, drugs. Jullie worden erbij geroepen als andere dokters het niet meer snappen. Is toch zo? Nou... Ik kan het best toegeven. Ja, dat is eigenlijk wel waar, ja. Heb je nog iets te zeggen tegen de kijkers? Doei. Nee. Hou, vergeet niet te liken en te abonneren. Of dit is liken, hè? Wat is abonneren dan? Is ook een... Ding voor? Doe nog maar een keertje. Vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, nu hebben mensen er echt zin in. Nog een keer. Vergeet niet te liken en te abonneren. Poes, moet ik even mijn jas hebben. Even kijken. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Hey, daar hebben we onze grote leider. Ja, ga je ons even goed uitsturen? Staan jullie allemaal een beetje in je kracht vandaag? Het is geen rocket science, dus ik zou het over de schutting gooien. Nee, dat is dus een heel erg blauwe reactie van jou dit. Lees je nu ook al aura zo? Nee. Nee, dat is een heel rode reactie trouwens. Maar goed, leg nog een keer uit. Maar jij hebt dus nu 2 dagen LSD gehad? Ja, klopt. Ben ik ervan opgeknapt? Nou, in dit licht niet. Oh, ik heb weer nieuw haar, ja. Milli Vanilli. Zoiets, ja. Kan je eens een keer zeggen, girl, you know it's true. Girl, you know it's true. Girl. Staat je goed, Clemens? Ja. Wat mij opvalt, is dat daar een tas staat. Ja. Ik vind dat lastig, want ik kan daarover struikelen. Ja. Snap je dat? Nee. De cursus leiderschap in de praktijk. Waar wil je naartoe? Nou, nee, ik bedoel, dus dat, ik struikel daar makkelijk over. Dus ik zou het fijn vinden als je me weghaalt. Oké, nou, dan vraag je dat. Bam! Zie je wel, het werkt! Ik denk wel dat je een hele goede leider bent. Wat zei je? Ach, je moet duidelijker zijn. Ja. Nee, ik denk dat je bent wel een soort allemansvriend. En allemansvrienden zijn ook over het algemeen een beetje vervelend, want die zijn nooit kritisch. Maar je bent een goede allemansvriend. Dus jij kan mensen goed om je heen. Je kan mensen wel goed managen en je houdt iedereen te vriend, wat heel goed is. Want je gaat natuurlijk met andere sterren om, zeker bij de NOS. Er waren heel veel mensen die dachten dat je wegging, hè? In een vlog had ik een plaatje gezet. Ja, een vriendje van mij die appt mezelf. Ik schrok toch even dat jij het was. Ik zei einde van een vlogpersonage en er stond jouw fotootje onder. Ja. Maar je gaat echt je weg. Waarom heb je mij als stil gebruikt dan? Je wil gewoon even horen dat je knap bent, hè? Nou, dat was de reden. Mm. Maar nu ga je dus echt weg. 2,5 week. En dan kom ik terug. En dan zul je zien dat deze kleur echt bleek is nu. Dit is mijn winterkleur. Je bent ook niet echt zo. Ik ben meer zo op je hand. Klap eens op je hand. Wat is dit? Weet je niet wat het is? Nee. Weet je niet wat dat teken is? Nee. Het is een teken voor homo's. Oh, het is een teken voor homo's. Oh, zo, ja, meid. Nee, ja. Op je hand kloppen. Echt? Die is van het handje, ken je dat niet? Nee, maar dat is meer uit jouw jeugd, denk ik. Ja, jouw persoonlijkheidstype, daar hebben we het maar niet over. Maar jongens, misschien is het verstandig om even uit onze bubbel te stappen. Om het hoofd even leeg te maken buiten deze omgeving. Kijk dan. Maak even een voorbijloopshot. Kijk, deze mensen hebben een gewone baan. Die kunnen gewoon even zitten. Ik neem even de ruimte om het denkproces te versnellen. Ja. Even weer een mentale reset. Ik heb ook een gehandicapt armpje nu. Het is in, hè? Het is helemaal in. Ja, het is helemaal in. Nee. Maar wat heb je dan? Ik heb een kerf verbrand. Er ligt in deze bus. Een dat zie je nu niet, want ik heb een hele mooie vissennet om. Mooie schubben. Mooie schubben heb ik nu. Maar ik ben dus gewoon heel hard verbrand. En het echt, de handdoek is ook meteen warm. Wat is dit? Wow, ik denk, Erik Kortom komt binnen. Ja, what the fuck, ja. Hoe was de cursus? Hij zit de tekst. Nou, ik sta inmiddels heel goed in mijn kracht.
Oh. Ja. En wat doe je daar dan mee? Mooi dat je mij de ruimte geeft om dat verhaal te delen. Oh, dankjewel. Ja. Nee, dat waardeer ik ook heel erg aan jou. Ik waardeer jou ook heel erg. Ja. Ja, hij heeft een cursus... God, hoe heet het ook weer? Persoonlijk leiderschap heb ik gedaan. Oh. Ja. Ja, niet alleen persoonlijk afleiderschap. Het is een beetje Kevin Spacey. Het is een beetje Eric Corton. Het is een beetje... Je bent, maar je lijkt dus met deze baard 20 jaar jonger. En oh, je hebt persoonlijk leiderschap gedaan, hè? Ja. Nou, en nou, hoe lang zit je in dienst? Ruud, het valt mij 12 op... 12 jaar. Dat jij kapot schamen. Het dat valt, je ze nu kan sturen. Het valt mij op dat je toch vrij negatief reageert. Wat ik daarbij voel, is een soort weerstand. Snap je dat? Pauseer even, want je bent nu de thumbnail. Dat kan niet anders. Zo, en aan deze kant, ja, dit. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Waarom is zij verbrand? We werken natuurlijk voor de KRO-NCV. En vandaag hadden we een werkbezoek aan de hel. Ja, Ruud zei voor de grap, steek eens één armpje naar binnen. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. Dat ging helemaal fout. Kijk, voor jullie is dat heel bijzonder, maar Ruud krijgt een soort kijkje in zijn toekomst. Dat is wel mooi. Ja, ja zeker. Ik heb ook eens de gastenlijst gekeken. De gasten. Ja, ik stond plus 10, dus ja. Ik ben echt naar Schorum geweest, naar zo'n barbier in Rotterdam, de eerste barbier. Zo'n overbetaalde kapper. Ja, ik kwam daar echt alleen maar om de baard een beetje eraf te halen. Ik wilde dat wel eens ervaren, zo helemaal geschoren te worden. En toen begonnen ze hier wel, en toen begonnen ze hier. Ik zei, dit kan gewoon blijven. Nee, zegt hij, we maken er ook wel even een klassiek kapsel bij. Sta jij een beetje in je kracht vandaag? Hij vraagt mij of ik in mijn kracht sta. Ja. Waarom vraag je dat? Nou, omdat ik jou die ruimte wil geven. Hoor je wat ik deed? Luisteren, samenvatten, doorvragen. LSD. Goed, hè? Ja. Echt heel goed. Hi. Hi. Heeft hij jou ook al lastig gevallen over die schoolcursus? Het is constant. Mensen, ik ben gewoon in positieve zin veranderd. En dat mag ik van mezelf zeggen gewoon. Nog voor 7 uur vanavond gaat hij weer gewoon ouderwets op het lief. Maar hier? Daar staat een poll, mensen. Laat even weten wat je van het haar van Henk-Jan vindt. Els, wat vind jij van de baard van Henk-Jan? Nou, sorry, dat kan je echt niet maken. Hij kijkt naar deze vlogs, hè? Ja.